Ik ben lekker, nog steeds. Helemaal in de vakantievibes. Papi, papi, papi. En ik zou daar dus thuis ook meer tijd voor vrij willen maken, want... Ja. Ah. Nou, wij gaan toch maar weer een poging maken. Het gaat helemaal fout natuurlijk. En we hebben al een hele ochtend erop zitten. Ik schaam me kapot voor de buren hier. Met al het geluid en gekrijs en ge... Oh, wat erg. En ik kreeg dus ineens echt een soort van helemaal benauwd. En ik dacht... Wat gaan wij doen? Dit gaat toch nooit passen? En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je er weer bij bent. Ik ben lekker nog steeds helemaal in de vakantievibes. Want wij zijn nog in ons huisje in Cannersoog. Ons huisje, natuurlijk niet ons huisje. Maar goed, in ieder geval. Wij zijn nu nog lekker vakantie aan het vieren. Super chill. We zijn er een week nu en we hebben nog 3 dagen te gaan. Dus ik dacht, ik ga jullie aan het einde van de vakantie nog even meenemen. Ja, want ik vind het altijd wel leuk en gezellig om dat te laten zien. Dus. Het is wel lekker rustig in deze speeltuin, hè? Er is gewoon helemaal niemand. Ik dacht, er zullen vet veel kinderen zijn. Maar goed, nee. Geeft niks. Kijk, lekkere dingetjes. Ramos heeft een... appelsapje en wij hebben lekker een colaatje zero. Dat vind ik zo lekker af en toe. Ik drink het bijna nooit. Maar als het dan warm is en dan lekker koud. We gaan even lunchen met de meiden. En Ramos heeft ook een lekker soft ijsje. Oeh, en Ed. Lekker is die, schat. Het gaat helemaal fout natuurlijk. Kijk, die zitten dadelijk van top tot teen onder. En ik vind Disco Dip echt het allerlekkerst. Echt. Tja, wij zijn weer terug in het huisje. We hebben echt een super fijne middag gehad. Lekker ijsje gegeten. Naar een of andere klimduin of zo gegaan. Dat Ramos lekker kon klimmen. Stadje gelopen. Dus helemaal chill. En nu, het is 4 uur, ga ik lekker gebruik maken van een uurtje. Moederdag relaxed uurtje. Ik ga lekker in bed liggen. Met mijn boek erbij. Super aanraden trouwens. Linda van Rijn. Zandvoort aan Zee heet het. En het is echt een aanrader. Ik ben nu ruim over de helft. En ik heb helemaal zin om hem verder te lezen. Ik vind het zo... fijn, zeg maar, als je dan helemaal zo erin zit en dan... Ja, ik weet niet. Dus dat ga ik doen. En ik zou daar dus thuis ook meer tijd voor vrij willen maken. Want ik vind het echt een van de meeste dingen waar ik echt van kan opladen. Is gewoon even een half uurtje mezelf terugtrekken. Zonder andere mensen erbij. Gewoon even, maakt niet uit, of een boek lezen. Of op mijn telefoon kijken. Of mijn ogen dicht doen. Maakt niet uit. Maar even een half uurtje alleen is echt zo'n verademing. Dan voel ik me weer helemaal goed. Terwijl... thuis doe ik dat echt ja, te weinig. Terwijl, wil wat een half uurtje als je dat gewoon echt helemaal lekker vindt en zo. Echt een goeie. Ik weet niet, hoe zit dat bij jou? Doe jij dat? Of doe je dat alleen als het echt nodig is en je eigenlijk dus al een soort van te laat bent? Ik weet niet, op vakantie doe ik het standaard, maar thuis is eigenlijk echt te weinig. Ik vind het dus echt geweldig om lekker in de kast te struinen, alles eruit te halen, rondjes te rennen. Oh, een elastiekje. Ja. Oh. Hi Bobby. Hi. Hi. Het is vandaag maandag en wij zijn nog steeds lekker op vakantie. Vandaag een hele chille dag voor de boeg. Oh, en ze zitten echt overal aan. Kom, niet doen, schat. Dit zijn mondkapjes. Niks voor jou. Hoppatee, weg ermee. Oh, ik wilde jullie eigenlijk nog gezellig het huis hier laten zien, maar... na 10 dagen kun je je voorstellen dat het hier echt een rotzooi is geworden. Oké, ik ga de meiden lekker verschonen, aankleden en dan gaan we naar beneden. Nou, wij gaan toch maar weer een poging wagen.
Want we gaan een terrasje bezoeken en daar lunchen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. We hebben de eerste dag dat we op vakantie waren, hebben we ook een terrasje gedaan. Dat was echt een complete ramp. De een schreeuwde nog harder dan de ander. Al het eten wijde weg, want het waaide te hard. Het echt. Ze vonden het helemaal niks, de kinderen. En ik denk ook gewoon dat ze echt in een ja, gewoon verkeerde leeftijd zitten daarvoor. De oudste natuurlijk niet, maar die jongste twee echt. Ja, dat is gewoon best wel lastig als je dan 2 keer 2 jarigen hebt op een terras. Maar goed, we gaan nu toch een poging nog wagen. En we gaan nu naar een plekje waar ook een soort van ja, zandachtig speeldingetje is. Waar ze hopelijk kunnen spelen. Ik heb speelgoed mee, ik heb de iPad mee, ik heb tutten, ik heb alles meegenomen om maar ervoor te zorgen dat het enigszins smooth gaat verlopen. We gaan toch gewoon proberen omdat we het ook leuk vinden om heel even iets anders te doen dan alleen maar zelf broodjes halen en naar de speeltuin gaan, zeg maar, snap je? En naar de stad, want daar zijn we ook heel vaak geweest. Dus, laten we hopen dat het nu gewoon goed gaat. We starten al goed, zoals je... Oh, kijk. Dit helpt. Als ik de camera pak, is het stil. Oh, en dit gaat goed. We zijn lekker hier. Kindjes hebben net gespeeld. Dat ziet er goed uit. Dames zitten in een kinderwagen met een tosti. Ramos heeft een tosti. Voor Bobby en Charlie. En wij hebben een broodje met vijgen en avocado, koriander, kaas. Nou, helemaal lekker. Oeh, het waait alleen. Wauw. Koeien. De koeien. Geen idee of je mij kan verstaan en ook zien door de zon. Maar we zijn in ieder geval uren verder. We hebben echt letterlijk 2,5 uur op het terras gezeten. De kindjes konden daar zo chill spelen. Dat wij gewoon, ja, hebben geluncht, nog koffie gedronken en gewoon helemaal chill. Nu zijn we teruggereden naar een ander plaatsje. Hier Sint Maartenzee heet het. En zijn we onderweg naar het strand. Gaan we lekker een heel stuk wandelen. En uiteindelijk gaan we daar kijken of we nog iets kunnen eten. Want het is alweer iets van bijna 4:30 of zo. Ik ben Ramos. Gelukt! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, laatste vakantiedag. En wij hebben al een hele ochtend erop zitten. Oh my god, kindjes die waren om 8 uur, of om 6 uur wakker, het is nu 8 uur. En die zijn allemaal toe aan een beetje rust en regelmaat vanuit huis. Dus dan snap je wel wat ik bedoel. Ik schaam me kapot voor de buren hier. Met al het geluid en gekrijs en Laat de deur maar dicht, hè. Maar goed, wij dachten wat we gaan doen. De laatste vakantiedag. We gaan toch nog even genieten. Dus het is nu 8 uur. We gaan lekker naar het strand. We zijn allemaal aangekleed. Gezicht gewassen. En we gaan broodjes halen en die op het strand opeten. Oh, we hebben nog helemaal niks wat we op dat brood kunnen doen, bedenk ik me nu. Maar die frisse ochtendgeur maakt heel veel goed. Oh, lekker boodschapjes gehaald. Broodjes en krentenbollen. Kijk. Auto geparkeerd en nu op naar het strand. Oh, toen was het weer tijd om naar huis te gaan. Helaas, pindakaas. Ik heb trouwens een nieuw tafelkleed. Leuk, hè? Dat heb ik hier gekocht. Ja, het is tijd om naar huis te gaan. We zijn de spullen aan het inpakken. Dit is trouwens ons huisje. Heb ik helemaal niet laten zien. Maar wel echt super leuk, hè? Kijk. Ik zal even een linkje onderaan de beschrijving zetten. Voor mocht je nog een accommodatie zoeken voor de zomer. Het zal wel vol zitten, denk ik. Want volgens mij is echt heel Nederland volgepakt. Of volgeboekt. Maar in ieder geval, dit is ons huisje. En het is dus in Callantsoog. En het heet Zonzee Strand, de camping. Heel erg leuk. We zijn er nu voor de 3e keer. Helemaal aanrader. En dit is tussen de benedenverdieping. En dan heb je nog boven. Ondertussen heeft Ed de hele auto gestofzuigd. Eddie, de handyman. Ik ben binnen een beetje aan het opruimen, afwassen, inpakken. En dan gaan wij zo meteen naar huis. Dat is wel echt een hele leuke vakantie, mop. Ja.
echt, de kindjes zijn nu... Ik zou echt nog een week willen blijven. Oh, ik ook. Kindjes zijn nu ietsje groter en dat merken we echt. Want het wordt daardoor ja, op sommige momenten zeg maar wel echt veel relaxter. De vorige keer dat we hier waren, een jaar geleden was dat volgens mij. Toen waren de meiden dus net 1. Ja, en toen was het eigenlijk gewoon bijna geen doen om... Toen waren we ook nog met z'n tweeën, om dan met de meiden en Ramos. En dat was echt een drukte. Nu waren eigenlijk echt de hele week mijn ouders er. Die zijn net 2 dagen geleden weggegaan. En dat was wel heel fijn, want die helpen dan mee. En het is natuurlijk ook super gezellig. Dus ja, het was in ieder geval echt een hele geslaagde vakantie. Nu lekker naar huis. En ik moet zeggen, het is ook wel weer fijn om dan weer in een soort van ja, ritme of zo te komen. Gewoon lekker... Thuis, werken, sporten, gewoon normaal eten in plaats van alleen maar stokbrood en zo. Dus dat is heel chill. En we krijgen natuurlijk nu over 2 weken de sleutel. En gisteren had ik dus echt nog een soort van zenuwinzinking of zo. Ik kreeg ineens, we zaten op de bank. En ik kreeg dus ineens echt een soort van helemaal benauwd. En ik dacht, wat gaan wij doen? Wat, ik weet niet, wat hebben we gedaan? Maar uiteindelijk is dat gewoon denk ik een beetje een soort van spanning of zo die dan ineens op komt zetten. Omdat het natuurlijk echt een hele grote verandering gaat zijn. En we nu op een plek wonen waar we gewoon ja, super fijn hebben. Maar goed, dat is nu weer gezakt. Ik ben nu weer helemaal gewoon blij. En ik heb er ook sowieso heel veel zin in. Maar gisteren kreeg ik ineens zo'n heel spannend gevoel of zo. Dat ik dacht van, why? Waarom? Maar goed. Wat denk je? Zou het passen? Of zou het niet passen? Wat kan het nou? Oh, ja, omdat mijn ouders toch de heenweg meegingen. Daar komt het toch. Ah. Oh, wat erg. En die fiets moet ook nog mee, hè? Oh, staat die fiets er nog niet in? Nou ja, waar dan? Waar zit die oh, wat fiets? Erg. Dit gaat toch nooit passen? En hier hebben we voorbereiding gedaan. 1 stoeltje, 2 stoeltje. Daar zit Ramos. Die heeft zijn eigen nijntje. Hier, drinkbekertjes. Voor ons. Zit die dicht? Ja, maar de fiets nog. Nou, dan eten we nog even de restjes op uit de koelkast. En alles wat we nog hebben. En dan kunnen we gaan. En we zijn weer thuis. Ja, ja. Alles staat vol spullen. En hier staan allemaal dozen. Dus nu gaan we wassen en opruimen. Het is echt een super grote bestelling binnengekomen voor nieuw voor mama. Ik ga binnenkort iets heel erg leuks doen. Ik moet nog niet vertellen, want het is nog allemaal zeg maar net binnen en moet nog helemaal opgezet worden. Maar dat betekent dus wel dat onze hele gang en hier in huis vol staat met dozen. Omdat het dus niet op kantoor geleverd kon worden, omdat wij er niet waren. Dus, maar goed, dat terzijde. Ik ga nu, het is 3:30, de eerste wasjes aanzetten. En dan kan het feest beginnen, want ik heb echt na zoveel wasjes die moeten gebeuren nu. Heb je dat ook, dat als je dan zeg maar geen make-up op doet, dat je, als je dan in de spiegel kijkt, dat je jezelf er zo gaar vindt uitzien of zo. Super stom, omdat je gewoon helemaal gewend bent om altijd, tenminste ik dan, bijna altijd make-up te dragen. En nu ben ik natuurlijk vandaag aan het vloggen. Even wachten jongen, kom er zo aan. Maar ik heb dus vanochtend, omdat wij ineens besloten om naar het strand te gaan, ben ik gewoon opgestaan. En heb ik gewoon lenzen ingedaan, gezicht gewassen en een crempje op en that's it. En nu heb ik de hele dag een soort van kaal gevoel of zo. Super, super stom, want mij boeit het aan de ene kant helemaal niks. En aan de andere kant denk ik, oh, jullie zitten de hele dag al te kijken naar iemand die er vrij garen uitziet. Terwijl ik mezelf helemaal niet zo voel. Goed, ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij dat zeg maar hebt. Ik heb... Nou, zeker 1 dag per week dat ik geen make-up op doe, omdat ik dat gewoon lekker vind. Maar het vleurt wel gewoon lekker op ofzo als je het dan wel hebt. Ja, ik weet niet. Nou, in ieder geval tijd om nu de was te gaan doen. Nou, hier had ik nou helemaal zin in. Lekker thuis weer gewoon een maaltijdje. We hebben een vegaburger, een beetje hummus, roerbakgroenten. Zit hier ook allemaal onder nog met kikkererwtjes, basmati rijst en avocado. Nou, echt helemaal lekker. Het is gewoon 6:50 en de kindjes die liggen allemaal al te slapen. Zo moe waren ze. We hebben ze gewoon om 6:00 in bed gelegd. Allemaal. En ze zijn allemaal in slaap gevallen. Echt bizar, want normaal gesproken dan gebeurt het eigenlijk nooit. Niet dat zij heel slecht slapen of zo, maar het doet altijd wel eventjes ja, voordat ze allemaal in slaap zijn. En nu gewoon echt 6:50, iedereen slaapt. Zo vakantiemoe waren ze.
En het was heerlijk. Ook vandaag nog. Alleen deze laatste dag was wel een soort van... ja, eentje waarop het genoeg was of zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar... we hadden dat de vorige keer ook al. Die laatste dag dan zijn de kinderen allemaal moe. En dan is het gewoon een soort van... ja, vakantie te veel of zo. Ik weet niet. In ieder geval, ik ben blij dat we nu uiteindelijk weer thuis zijn. Dat we lekker slapen. En dan kan voor ons ook gewoon alles weer gewoon beginnen. Wasjes zijn, nou ja, niet allemaal, maar in ieder geval al een paar gedaan. En ik heb alweer mijn laptop bijgepakt. Deze beelden, het is namelijk nu dinsdag. En jullie kijken deze op, of tenminste, hij komt op donderdag online. 2 dagen later. Dus deze moet echt als de wiede weer gaan naar de editor toe. Omdat dan alles ook weer helemaal lekker op tijd klaar is. Dus, ja, het was een beetje een andere weekvlog dan anders. Ik had echt nog nooit op vakantie gefilmd. En ik heb net al wat beelden gekeken. En toen dacht ik, oh, ik weet niet. Het is gewoon een soort van een beetje anders dan normaal of zo. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie het wel leuk vonden om mee te kijken. En nou, dan zie ik jullie gewoon volgende week weer. En we krijgen over 2 weken de sleutel. Zo spannend. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Doei.